Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koter, Tuin, Potgrond en Transport. Het zit allemaal erg dicht bij elkaar in de vierde klasse A dit seizoen. De middenmoot is ontzettend breed. Alleen Aarlanderveen en Oegstgeest steken er met kop en schouders bovenuit. Voor de rest heb je een achttal ploegen die aanspraak maakt op het periodekampioenschap. En daar horen Hazenswoudse Boys en Wout Brugge bij. De eerste kans van deze streekderby is voor Hazenswoudse Boys. Spelend in het zwart-wit. De bal 1-1 met de keeper gaat net naast. Hazenswoudse Boys de betere in de openingsfase van de wedstrijd. Krijgt nog een aantal afstandsschoten, maar de ballen komen niet in de buurt van het doel van keeper Knulman. Wout Brugge, getraind door een Alphense coach, Koos Disseldorp namelijk, ziet dat je hier Hazenswoudse Boys op slag van rust nog een aardige kans krijgt. Maar Martens kopt deze bal over. En zo is de ruststand 0-0. Wout Brugge, de verrassende nummer 3 van de ranglijst. Misschien wel de revelatie tot nu toe in de vierde klasse van dit seizoen. Maar het komt je wel op achterstand, want het is Ivo Vogelaar die aan het begin van de tweede helft Hazenswoudse Boys op een 1-0 voorsprong zet. Krijgt hier de bal aangespeeld. Staat vogelvrij. Is er nog wel appel voor hands? Of voor buitenspel moet ik zeggen. Maar dat is het natuurlijk in de verste verte niet. En hij schiet hem wel in de verste hoek de bal. Dus 1-0 de voorsprong voor Hazenswoudse Boys. Dan wel Brugge met Sigi Hoeier aan de bal. De oudspits van Alphense Boys en ARC. En die legt dan de bal af op Kevin Veldman. En binnen een minuut is het dan alweer 1-1. Doelpunt wordt gemaakt door de middenvelder van Wout Brugge die vorig seizoen nog uitkwam voor Koudekerk. En hij schiet de bal hier binnen met rug nummer 6, Kevin Veldman. Dan de keeperswissel aan de kant van Wout Brugge. Michael Knulman, ook overgekomen van Koudekerk afgelopen seizoen, moet er met een blessure af. Is daar alles behalve blij mee en wordt vervangen door Weihenke. Hazenswoudse Boys dan weer. Met hier de volgende grote kans. Wat heet! Maar de paal brengt uiteindelijk redding. De Ruiter was het die de bal tegen de paal aanschoot. En even later weer de paal geraakt en vervolgens van de doellijn gehaald. Wat dat er gaat, zit het Hazenswoudse Boys niet mee in deze wedstrijd. Hoe? Aan de rechterkant van het veld. Legt hem af. Krijgt hem terug. Voorzet en dan de redding van de keeper. En in tweede instantie met de hak is het Gino Rolofs met het doelpunt. Of Rolfes moet ik eigenlijk zeggen. En dan staat Wout Brugge weer op voorsprong. Hier de inzet, de redding van de keeper. En dan met de hak uiteindelijk langs doelman Van der Reest. En dan staat Wout Brugge op voorsprong en Hazenswoudse Boys op achterstand. Hoe? Je kan wel zien dat hij hoog heeft gevoetbald. Is de spelverdeler van dit Wout Brugge. Ziet ook Wilco Wapenaar, de trainer van de Hazenswoudenaren. Veldman naar Buntsma. Emiel Buntsma om precies te zijn. En die schiet hem binnen. 3-1 voor Wout Brugge. Dankzij dit doelpunt van Emiel Buntsma. Speelde onder meer voor FC Rijnvogels in Katwijk. Waardoor blessure leidt en niet alles uit weten te halen. En nu alweer een heel aantal seizoenen terug op het oude nest bij Wout Brugge. En met veel plezier. En ook Wout Brugge beleeft veel plezier aan hem. Hier wordt het 3-2. En is het opnieuw Vogelaar met het doelpunt. Binnen een minuut is het dan weer een marge van 1. Nog wel in het nadeel van Hazenswoudse Boys. Appel voor buitenspel wederom. Maar ook dit is geen buitenspel. Hazenswoudse Boys ruikt bloed. Kan de gelijkmaker nog aangetekend worden in deze wedstrijd die echt op en neer golft. Appel voor buitenspel wederom. En vanuit de tweede lijn binnengeschoten door Justin Meijer. En 5 minuten voor tijd, de gelijkmaker. Is het wel of geen buitenspel? Nee hoor. Duidelijk te zien op de beelden. In de maag geschoten. En dan de aanvoerder van Hazenswoudse Boys die de bal hard in het doel schiet. En gaat Hazenswoudse Boys dan toch nog een puntje uit het vuur slepen in Wout Brugge? Dat is de grote vraag. Osthoff. Is het een doeltrap of een hoekschop? Bij Hazenswoudse Boys wordt een doeltrap geclaimd, maar de scheidsrechter zegt een corner. Ziet je hoe achter de bal? Kan worden weggewerkt door Meijer.
terug naar Hoe. Die ook nog een poosje voor Noordwijk is uitgekomen. Geef de voorzet. En dan 4-3 voor Woubrugge. En dan is het Thomas Osthoff die hem maakt. En dan zijn het druivenzuur voor Hazerswoudse Boys. Sietje Hoe, de topscorer van Woubrugge, scoort in deze wedstrijd niet, maar geeft wel de assist. De doelman komt uit zijn hok, maar die heeft de bal niet, want Osthoff is eerder bij de bal. En dus wint Woubrugge deze wedstrijd met 4-3 van Hazerswoudse Boys. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Koter, Tuin, Potgrond en Transport.